staan hier met de volgende contender. Hamid Safi, alles goed man? Ja, alhamdulillah, alles is goed. Dit is een hele zwaar bevochten partij tegen Dipajan. Mag ik even zeggen, je pet jezelf man, want jullie hebben echt wel even echt een dikke partij neergezet. We konden ook wel zien waarom dat jullie de contenders zijn van deze divisie. Hoe vond je de partij zelf gaan? Ja, het ging goed, alhamdulillah. Ik heb heel hard voorbereid voor mezelf voor deze fight. Ja, dat was ook een revenge fight voor mijn broeder Rafi Allah Safi. En ja, dat is mijn broeder. Als ik wil een wraak nemen voor mijn broeder, dan geef ik alles tot de dood. Ja, we hebben het inderdaad gezien, jongen. Het was inderdaad, de partij ging overal naartoe. Het was stand-up, het was grappling, het was echt een volwaardige mixed martial arts partij. Stond je ergens van te kijken van wat Dipajan deed of hoe taai dat hij was? Ja, hij was van Armenië. En ja, zoals ik zeg, in training, UFG United van Gent, de club van Gent, we trainen. We proberen van alles te trainen, worstelen, grappling, rugstand. Alles, we proberen elke positie goed te trainen, goed voorbereid te zijn, dat we kunnen dat gebruiken tijdens wedstrijd. Ja. En zoals jullie mij zien, elke partij dat ik kom, ik probeer een nieuwe versie van mij te tonen. Ja, dat moet zo, als een vechter. Nou, je hebt inderdaad, je hebt helemaal gelijk, want elke keer als we jou zien, dan is het inderdaad een andere versie. Maar vandaag heb je denk ik meerdere versies laten zien. Je hebt vandaag echt laten zien gewoon dat je een heel well-rounded, je wist precies met de lengte om te gaan, je wist ook met de grappling om te gaan, je wist ook met je stand-up te gaan. Het was alsof het plaatje compleet was. Ja, als dat compleet was, ik ben blij. Want we komen voor dat om compleet fight te tonen. Niet alleen grappelen, niet alleen worstelen. Alles, probeer alles te tonen. Dat is MMA. MMA is mixed martial arts. Dus we komen mooie versie te tonen van MMA. Ja, heel gruwelijk. Je hebt dan in ieder geval gewonnen. Je stond er net tegenover. Je had net een stare-down met de huidige kampioen. Heb je nog iets in zijn ogen af kunnen lezen? Ja, broeder Nassim. Goede vechter, denk ik. Respect voor hem. Maar ja. We willen de titel. En we hebben ook dromen als hem. Geen optie. Alleen maar verder gaan proberen die titel te pakken. En verder opbouwen, inshallah. Maar zo is het voor jou. Voor jou is er gewoon een andere obstakel op de weg waar jij naartoe gaat. Sorry, ik. Voor jou is goede vechter, respect heb je ervoor, hoor ik wel. Hè? Maar dan, hij is gewoon de volgende obstakel die voor jouw pad staat. Ja, zeker. Ik zeg, ik heb respect voor hem, maar ik geef alles. Ik wil harder trainen. Ik wil alles doen om te winnen. Ik heb respect voor hem, maar hier is geen keuze, dat is MMA. En als je wil verder gaan, dan moet je wie op je weg staat, moet je hem een beetje uitschakelen. Je hebt helemaal gelijk, jongen. Ik heb het al vaak gezegd tijdens interviews van jullie. Ja, United Fighters Genk. Ik sta elke keer weer te kijken, man. Het is elke keer weer een upgrade van een upgrade. Ja, alhamdulillah. In onze club, goede vechters, alhamdulillah allemaal. Trainen hard, we hebben allemaal dromen. Ja, inshallah, we komen erachter. We gaan je snel weer zien, man. Ik ga je lekker even laten genieten. Even geniet van deze avond. Dank voor je tijd, man. Ja.